Oké, ik heb hier een pakketje uit China van het bedrijf Xiyintech. Als het goed is zit er een gimbal in, eentje voor de GoPro. Ik heb er al eentje eerder gehad voor mijn telefoon. Super blij mee, krijg je hele mooie stabiele beelden mee. Nou, ik hoop dat ik met deze voor de GoPro net zo mooie beelden krijg. En we gaan hem even uitpakken. Even kijken wat er allemaal in zit. Goed ingepakt. Kijk, daar is die. En nog wat leuke accessoires erbij. Nou, eerst zo te zien een mooie etui waar die in past. Even uitpakken. Ja, inderdaad, een mooi etui met het logo van Xiyun erop. Ik zal de gimbal vast precies inpassen. Nou, een mooi vakje erin. Twee vakjes zelfs. Nou, dat is mooi. Dan een selfie stick. Deze leveren ze volgens mij bij iedere bestelling. Krijg je er gewoon bij van ze. Ik moet wel zeggen, kwaliteit nou, is prima. Maar de vorige die ik bij deze gimbal heb gekregen, die is helaas al kapot. Na een aantal keer gebruiken. Ik kan hem heel makkelijk opendraaien. Uitschuiven. Andere kant erop draaien. En dan zit vast. Dus zeker een handig ding. Oh, kijk. Zo makkelijk gaat het dus. Met een balhoofd erop. Alle posities kun je hem opzetten. Ook hartstikke mooi. Hier erbij. Ja, dan de Rider M. Voor de GoPro, zoals ik al zei. Hij is al een beetje open. Nou, het maakt het helemaal makkelijk om het verder open te maken. Toch even een mesje ernaar. En dan gaan we eens even kijken wat er hier allemaal in de doos zit. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, eerst een schermlaagje voor de bovenkant. Dat hebben we niet nodig. Dan een blaadje om contact te zoeken via social media, YouTube. En telefoonnummer, e-mailadres, dat soort dingen. Dat hebben we ook niet nodig. Even kijken, het garantiebewijs in het Chinees en in het Engels. Gaan we ook niet nodig hebben. Dan de gebruikershandleiding in het Engels. Nee, niet in het Chinees dit keer. Maar alleen in het Engels. Nou, super handig. Hebben we natuurlijk ook niet nodig, want we gaan zelf even uitvogelen hoe alles werkt. En dan de Rider M zelf. Nog meer bescherming, die kan weg. De gimbal, dan gaan we even eruit halen natuurlijk. Kijk, hartstikke mooi. Kijk wat er verder nog meer in zit. Dan bescherming voor je GoPro, dat hij niet te hard elke keer tegenaan komt hier als de gimbal gaat stabiliseren. Of als hij opeens de weg kwijt is, kunnen we erop plakken. Maar dat doen we een andere keer wel. Dus ik doe ook even die kant op. Dan, natuurlijk als de batterijen leeg zijn, moeten we de batterijen kunnen opladen. Dus een oplader. Super handig. Ik zag het op de website staan van ze. Je kunt dit dingetje gebruiken om onder je gimbal te schroeven. Hop. En dan kun je gewoon gebruik maken van al je GoPro accessoires die je al in huis hebt. Dus in principe kun je gewoon alles blijven gebruiken waar je normaal je GoPro op had. En nu met het dingetje. Super handig. Nou, dan natuurlijk de batterijen. Ik geloof dat er twee batterijen moeten. Dat gaan we zo meteen zien. Dus altijd nog een reserve. Kabeltje.
gaat hier in de gimbal, in de GoPro. En dan kun je aan de zijkant van de gimbal kun je nog een extern scherm aansluiten, zodat je gewoon live verbinding kunt kijken. Nou, vinden we er nog eentje van in. En natuurlijk een micro USB met USB aansluiting voor de oplader om je batterij op te laden. Nou, dat was de doos. Dus die doen we ook even aan elkaar. En dan gaan we eens even kijken naar de gimbal zelf. Hartstikke mooi ding. Super gemakkelijk zo te zien om je GoPro in te schroeven. Schroefjes naar achter draaien. GoPro erin schuiven en dicht draaien. Dus dat gaan we ook even meteen doen. Even de GoPro erbij pakken. Kijk naar hem. Hop, die erin. Draaien we allebei de schroefjes even aan. Het zijn wel hele kleine schroefjes, moet ik zeggen. En even kijken. Ja, die zit in ieder geval goed vast nu. Gaan we nu eens even kijken waar de batterijen in moeten. Ik zie hier nog een mooi draaiknopje, dus ik verwacht dat hier de batterijen in gaan. Even kijken. Het is er maar één. Kijk. Het klepje kan er zo af. Ga even twee batterijen erbij pakken. Die zijn vaak wel gedeeltelijk al opgeladen. Dus die moeten er vast wel in passen en gelijk werken. Het zijn wel vrij dikke batterijen. Ik weet niet of je deze in Nederland kunt krijgen. Maar ja, er zitten natuurlijk twee extra bij. Dus we zullen vast geen nieuwe nodig hebben. Nou, ik was even prutsen om dat schroefje. Het is een heel kleintje om weer terug erin te krijgen. Je moet het rustig aan doen, zeker geen haast hebben, want dan gaat het niet goed. En dan gaan we gewoon eens even kijken of we de gimbal kunnen aankrijgen. Ik zie hier een klein knopje zitten, maar ook hier net onder de gimbal. We gaan gewoon even kijken wat er gebeurt als ik de bovenste indruk. Nee, ja, kijk, er begint een blauwe lampje te branden. En ik denk dat we nu deze moeten inhouden. Kijk. En hij werkt hartstikke mooi, gelijk goed uitgebalanceerd. En ja, eigenlijk gewoon gelijk te gebruiken als ik mijn GoPro aanzet. Kunnen we direct hele mooie beelden maken.